Containervervoer over de Vlaamse kanalen zit in de lift. Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is in dat opzicht zelfs het meest bevaren kanaal van Vlaanderen, met zowat 40 miljoen ton getransporteerde goederen per jaar. De huidige afmetingen van de bruggen vormen een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal. Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, investeert de Vlaamse Waterweg NV in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. Zo stijgt de capaciteit van het kanaal en daalt het vrachtverkeer over de weg. Op termijn moeten alle bruggen en sluizen op het Albertkanaal een vrije doorvaarthoogte van 9 à 10 meter hebben. En moet ter hoogte van de brug het kanaal minimum 86 meter breed zijn. Zo kunnen containerschepen een extra laag containers verschepen en krijgt de binnenscheepvaart meer en betere kansen.